Hoi allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ben jij een nieuwe kijker? Hoi, mijn naam is Denise Anna en super leuk dat je op deze video hebt geklikt. Vandaag weer eens een video dat ik zonder make-up begin. En dat kan maar één ding betekenen, namelijk een make-up video. In deze video ga ik weer nieuwe Primark make-up testen, want er is weer een nieuwe make-up lijn uitgekomen in de Primark. En ja, die ziet er gewoon zo mooi uit dat ik hem gewoon eventjes moest testen. En nou, daar zit ik dan. Ben jij een nieuwe kijker en zou je het leuk vinden om mij te blijven volgen? Vergeet dan zeker niet om even op die abonneerknop te drukken en op de notificatiebel. Want zo ben je als allereerst op de hoogte wanneer ik een nieuwe video online post. En daarbij hoor je ook bij de hashtag Denise Anna Squad. Ja goed, met dat gezegd hebbende, laten we maar gewoon snel beginnen met de video. Allereerst heb ik deze primer, water. Op zijn Engels, op zijn Nederlands, I don't know. En nou, je staat op Prep Skin for Makeup Application. Dus dat gaan we maar eventjes doen. De primer die zit erop. En dan gaan we verder met de foundation. Kleine disclaimer, ik gebruik wel gewoon mijn eigen foundation en mijn eigen concealer. Want ik weet niet wat het is, maar de primer heeft gewoon niet mijn kleur foundation. Wordt het heel grauw en grijs. En ja, ik wil dan niet meteen bij het begin mijn hele make-up look al verpesten. Dus dat doen we niet. Ik gebruik eventjes mijn eigen. Maar ik heb wel iets heel erg leuks. Ik heb namelijk een leuke beauty blender. En deze komt wel van de primer. En die is van de Pure collectie. Ik vind hem zo leuk dat hij een marmeren print heeft. Like, oh my god. Love it. En ik heb hem net eventjes nat gemaakt. En hij is echt lekker zacht. En ik ben heel erg benieuwd hoe die zeg maar werkt. Dus daar gaan we nu achter komen. Ja, wat vind ik ervan? Ja, hij is, ondanks dat hij nat is hij nog wel echt best wel hard. En ik vind dat zelf nooit heel prettig werken met zo'n hele harde beauty blender. Maar er zijn ook mensen die dat wel prettig vinden. Maar even kijken hoe mijn foundation er zo meteen uitziet als die helemaal is uitgesmeerd. Nou, ik heb nu ongeveer alles uitgeblend. En ik vind eigenlijk dat hij heel erg goed uitblendt. Ik had helemaal niet echt heel veel moeite. En hij maakt het ook echt super mooi egaal. Ik heb helemaal geen strepen of rare plekjes of zo. Ik vind eigenlijk dat hij het heel goed heeft gedaan. Ja. En dan ga ik nu even snel het concealer op doen. Zo, en mijn concealer zit er ook op. Ik heb in de tussentijd ook eventjes meteen mijn wenkbrauwen gedaan. Dus we kunnen door met het contouren. En voor het contouren gebruik ik ook een paletje van de Pure Line. Dit is de Pure Contour Palette. En dit is hoe die er van binnen uitziet. Ik ga eventjes met deze donkere een beetje contouren voor zover mij dat lukt. Oké, dan pak ik dus een heel klein beetje van die donkere kleur. Nou, die is wel goed te zien. Goed dat ik niet te veel heb gepakt. Anders dan, ja. Oeh, ik vind hem echt heel erg mooi. Even een andere kwast uitblenden. En eventjes de andere kant. Nou, ik vind dat voor nu eventjes genoeg gecontourd. Eerlijk gezegd ben ik niet zo'n goede contourprinses, dus ik hou het eventjes hierbij. De contourpoeder werkt echt naar mijn mening super goed. Er komt echt best wel veel pigment vanaf en ja, ik vind hem gewoon goed. Dus ik ga nu eventjes wat blush toevoegen. En de blush ga ik aanbrengen met dit palet. En dit is hoe die er van binnen uitziet. En ik ga sowieso voor de roze, de bonbon. Wow, daar komt een hoop vanaf. Kijk nou. Oké, even de andere kant. Het is een soort van meer een highlighter. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Ja, ik weet niet of er echt heel veel pigment vanaf komt. Er komt in ieder geval wel een glitter vanaf, want het lijkt alsof ik al highlighter op heb. Maar dat heb ik niet. Dus het is meer een soort van een highlighter dan een blush, moet ik zeggen. Dat, dus ik mis nu eigenlijk wel een beetje kleur op mijn wangen. Misschien dat ik nog wat van deze kant toevoeg. Ja, maar dit is ook echt met een glittertje erin, dus nee, dat gaat hem ook niet worden. Nou, dan gaan we door. De volgende stap is highlighter. En ik heb een paar verschillende highlighters. Allereerst deze highlighter drop. Ja, dit is dus meer een liquid highlighter. En de highlighter uit dit doosje. Och, deze kleur. Deze kleur is zo mooi. Oh, trouwens, deze twee highlighters zijn ook gewoon van de Pure Collection. Oké, wat ik ga doen is, ik voeg een beetje van die liquid highlighter toe.
En daaroverheen voeg ik nog een highlighter toe. En dat is degene uit dit doosje. Dus het wordt extra shiny. Oh, kijk nou. Oh, dit is spannend. Dit vind ik heel eng. Nou, ik zet gewoon even 3 puntjes. Hier ook. 1, 2, 3. En dan eventjes weer met de beauty blender maar uitblenden, denk ik. Ja, of eind met mijn vinger, maar nee, ik weet niet. Wauw, nou shine doet hij zeker. Hoe erg, ik heb gewoon maar 3 stipjes gezet, hè? Dus het is echt extreem. Nou, en nu ga ik het nog heftiger maken, omdat ik deze highlighter er ook overheen ga aanbrengen. Dit is een beetje een rosé-gouden-achtige kleur. Wauw. Oh, het is mooi. Kijk nou. Oh, I love deze highlighter. Ook een beetje hier zo. Zo, en hier zo. Oh, het schijnt zo mooi. De volgende stap is oogschaduw. En voor de oogschaduw gebruik ik ook een paletje van de Pure Collection. En nou ja, hier zitten allemaal bruinachtige kleuren in. Hier wat paars en blauw en een beetje groen. Maar voor de rest is het allemaal een beetje bruin en nude. En nou, dat zijn precies de kleuren waar ik dus van hou als het op mijn ogen zit. Ik ga als eerst deze kleur aanbrengen over echt mijn hele ooglid tot aan mijn wenkbrauw ongeveer. En dan ga ik verder met deze lichtbruine kleur. En hiermee ga ik een beetje in mijn arcadeboog. En dat ga ik dan helemaal uitblenden. En natuurlijk ook opbouwen. Oh, deze is heel erg gepigmenteerd. Ik heb denk ik al te veel op mijn kwastje gedaan. Oh, ik vind dit echt een hele mooie kleur. Dit is ook echt zo'n perfecte kleur voor gewoon everyday, weet je wel. Ik hou hier allemaal van. En dan pak ik deze rosé gouden glitter. En die glitters die breng ik aan met deze plattere kwast. En die breng ik dan alleen aan op mijn bewegend ooglid. En dan zoveel mogelijk ook in mijn ooghoek. Oh, dit is ook wel een mooie kleur. Oh, dit palet is echt gewoon perfect voor mij. Ik hou zo van dit soort kleurtjes. En ze zijn ook echt super erg gepigmenteerd, wat echt heel erg fijn is. Zo. En dan om nog wat extra diepte te creëren gebruik ik deze donkerbruine kleur. En hiermee ga ik dan zeg maar aan het uiteinde van mijn oog. En ja, die blend ik dan een beetje uit naar binnen, maar dan wel in mijn arcadeboog. Zo, klonk ik even als een echte visagiste of... Wow, deze is heel erg gepigmenteerd. Oh my god. Ah. Nu ga ik nog een klein beetje glitter aanbrengen op mijn bewegend ooglid. Want dat is een klein beetje, nou ja, weggevaagd onder dan in het donkere. Dus dat wil ik nog even wat extra aanzetten. Wel, ik kan gewoon echt nu al zeggen dat dit echt het beste Primark palet ever is wat ik ooit heb getest. En ik heb er echt best wel veel getest. En heel vaak was het echt gewoon niet wat ik zocht of zo. Het was gewoon niet mooi, maar dit is echt gewoon... Oké, ik ga ook nog even een lijntje onder mijn oog aanbrengen. En dat doe ik met ditzelfde kwastje weer. En die doop ik ook in deze donkerbruine kleur. Tot zover de oogschaduw en dan gaan we door met de eyeliner. Ik ga vandaag deze eyeliner gebruiken. Dit is een liquid eyeliner, natuurlijk van Primark. En het is een eyeliner met een, oh, een sponsapplicator. Yes, dat is echt gewoon de enige eyeliner waar ik heel goed mee kan werken. Oh, dit is fijn. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt, dat alle Primark make-up gewoon perfect werkt. Echt. Wauw, Primark, jullie hebben echt je spullen geüpgraded of zo, want dat is gewoon top. Zo, de eyeliner die zit erop en ja,
Zoals ik net al zei, ben ik er heel erg tevreden over. Maar het enige wat ik me afvraag is of die de hele dag gewoon goed blijft zitten. Ik denk het wel, maar toch, ik wil niet te vroeg juichen. Maar tot zover ben ik er heel erg blij mee. En ik heb ook meteen een klein beetje mascara toegevoegd. Want het is tijd voor nepwimpers. En toen ik deze nepwimpers zag, kon ik ze gewoon niet laten hangen. Kijk nou even, het zijn gewoon Disney Aurora Beauty eyelashes. Alleen de verpakking, die is al roze. En ja, bij roze heb je mij gewoon dus... En de wimpers zitten er ook op. Kijk even hoe mooi ze zijn. Ik vind het zo mooi. Misschien ligt het aan de dag. Misschien ligt het aan de wimper. Misschien ligt het aan mijn handen. Ik weet het niet. Maar ik heb ze er zo onwijs snel op gekregen. Normaal ben ik echt een paar minuten echt aan het pielen en aan het doen. En dan valt hij er weer af. En gedoe. Maar nu was het gewoon, nou, hup, erop zetten. Even wachten. En hup, erop zetten. Klaar. Ik weet niet waar het er ligt. Als het aan de wimpers ligt, dan koop ik de rest van mijn leven gewoon deze Aurora Beauty wimpers. Maar misschien had ik gewoon een goede dag. En nu zijn we bijna bij het einde gekomen. Ik moet eventjes mijn lippen doen. En voor mijn lippen heb ik ook weer keuze. Waar ik uit kan kiezen is deze Pure Lipstift in de kleur Wisdom. Of deze Pure Lipstift in de kleur Fate. En waar ik ook uit kan kiezen is deze... van PS. Denk persoonlijk dat ik deze kleur het mooiste vind. Of ik denk dat die het beste bij mij past. Dus deze die wordt het. Oh my god. I love deze kleur. En nu ga ik toch ook nog een klein beetje van deze primer water. Ja, ze zeggen primer, maar ik vind ook dat het voor daarna kan. Dus daar gaat hij. Oh my god, ik heb gewoon een hele look gecreëerd met Primark producten. Nou ja, op mijn foundation en mijn concealer en mijn wenkbrauw na. Normaal als ik dit soort video's opnam, dan waren er wel een aantal producten waar ik echt niet tevreden over was. En die gewoon ook echt niet stonden en nou, ik weet niet wat er mee was, maar nu, oh my god. Ja, mocht je nog op zoek zijn naar budget make-up, ik zou echt die Pure Line... Het is gewoon amazing. Nou goed, we zijn aangekomen bij het einde van deze video. Zoals je aan mijn reactie hebt kunnen merken, ben ik onwijs, onwijs, onwijs blij met de Primark make-up. Zou je willen dat ik vaker make-up video's maak? Geef deze video eventjes een duimpje omhoog. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!